Goedemorgen lieve vrienden, ja het is vandaag alweer woensdag, ja en het is, even zien, 10:24 en we leven 24 juli. Ja, wat jou, ja toch wel? Ik, de begeleider Jack van Cerelo die komt weer, vandaag niet veel te doen, vandaag is het ook bloedje heet. Want ik keek net bij de poort, op de meter, kan ik hier binnen zien. Ik ben net 49, nu 50 graden in de zon bij de poort. Heet. Op de vlakte, er net 25,5, dat is bij Vliegveld Airport, hoe heet het dan nou? Normaal weet ik het. Straks schieten we te binnen. 25,5 graden hier in huis. Beneden, 25. Daar staat open. Ik heb net de keukenraam open. Dus ja, hopelijk staat het open. Het is bloedje heet. Maar daar is nog geen zon. Ja, natuurlijk er is zon, maar ik zit met de keuken op de schaduwkant. Daar is het zon. Hij komt daarop en het draait zo over die kant op, schuin. Dus pas laat op de dag heb ik bij de keuken zon. Dus ja, kan dat weer? Je kan dat weer. Ja. Is het kan dat weer? Oh ja, man. Ja? Oh ja? Oh. Ja, en hier hebben we er nog één, hè? Of niet dan? Jij? Ja? Wat is dat allemaal dan? Hé? Maar in ieder geval, het is bloedheet. Maar ik denk dat iedereen er last van heeft. Vannacht was ik weer boos, want ja, ik ging wel ook wat laat naar bed, tenminste wat heet laat, nee ik ging niet laat, helemaal niet, mag niet liggen van mijn moeder, nee, maar daar op de hoek, niet dat hoekje, maar verderop tegen dat huisje aan en weer andere woningen, en daar zaten mensen. Vannacht nog buiten. Als ze buiten zitten, boeit me niet. Mag allemaal. Moeten we weten. Maar dan zitten ze zo hard op achter te lachen, zodat je weer wakker wordt. Ja, en dat vind ik niet fijn. Hou rekening met je buren. Hou rekening met een ander. Heb respect voor anderen. En als je lachen wilt, ja, doe dat zachtjes, maar niet zo achterlijk hard op. Ja, ik heb geleerd van mijn moeder, en dat doe ik nog, zelfs buiten zit, ach best, met rustig, praat zachtjes, je hoeft ook weer niet te fluisteren, maar wel op gedempte manier. En dat deden ze ook nog niet eens, nee. Hè? Nee. Kom woord voor, kon ik alles verstaan, dus ja. Lekker belangrijk, denk ik dan, als het zulke privézaken zijn, wat er dan niet aangaat, en dat was het. Moet je dat buiten niet bespreken, ga dan naar binnen. Ja. Wat een ander niet aangaat, moet je tussen je eigen vier muren houden. Vind ik hoor, maar wie ben ik? Maar oké, ik zal hier aan deze kant ook verder. De televisie is nog niet aan, die ga ik zo aandoen. Dan ga ik even de aangezicht een beetje opruimen, want ik heb gewoon zo met de kogel eens neergezet. Ik had geen zin gisteren. Te moe, te lommelendig. Dat ga ik doen en dan ga ik voor de beestjes zorgen. Ja, want die zitten zeuren om eten, een meisje, ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van je dag en tot later. Doei, doei. Ja, daar ben ik weer. Het is niet gegaan zoals ik had verwacht. Om een uur of 11 behoorde mijn begeleider te komen. Krijg je 6 minuten over 11.
een WhatsApp-bericht van je begeleider dat hij niet komt omdat meneer ziek is. Het is al wat laat hè, om af te melden. Ja, zit je te wachten met je goede gedrag. En nou, ja, ik ben door het weer, ben ik niet in orde nou in Ede. Het is bloedheet nu. Het is voor het eerst dat ik daar nou even niet tegen kan. Bij de poort kon ik het net al niet eens meer zien hoe graad het was. Zo hoog was die. Maar het begint alweer minder te worden. Het is nu daar 48 graden bij de poort. Ja, daarnet kon ik het niet lezen, had ik twee streepjes. Hier op de vlakte is het nu 29,5. Ja, in huis 26,5. Maar ik ben draaierig, ben misselijk. Met wie, wie hebben we er nog meer last van? Ik denk een heleboel, hè. Ja, je moet je eigen maar rustig houden. Het beste is eigenlijk lang uit op bed. En dan nergens niks aan hoeven te denken en niks hoeven te doen. Ik zat er net al een spelletje te spelen, maar ja, dat lukt ook al niet. En ja, ik geloof dat ik nog een uiltje ga knappen, ja. La 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 la. En dan zien we dat wel weer. Ja, daar rollen we nog weer naar binnen en in onze poort op slot, kan er ook niemand in. En dan laat ik vrolijk op beneden, wel de kap om, maar die kan gewoon blijven liggen waar die ligt. Leg lekker op de vloer. Zien jullie hem leggen? Even kijken hoor. Ja, ik zie hem wel. Dus. Ja, dan kan die lekker blijven liggen waar die ligt. En dan laat ik de deuren gewoon open. Ik ga puur lang uit. Dus zeg het, tot later. Ja, en toen waren we weer beneden. Want ik heb even gelukkig even kunnen slapen. Ik ben nou weer helemaal op en top. Maar buiten, je kan geen ademhalen, dan word je gewoon afgesneden door de hitte. Ik denk zo, ik heb de deur lekker dicht gelaten en ik dan kan wel weer naar binnen toe. Buiten toe bedoel ik, dus die laat ik zo naar buiten en ik ga een bakje koffie doen en ik zal er zo toch ook uit moeten. Dus ik moet even nog boodschapjes doen bij de DK, ja. Maar dan kan het pret niet drukken, we gaan gewoon lekker fris, heerlijk mond erdoor. Ik moet mijn oorbellen er nog in doen. En ik zal ook weer even een film gaan renderen. Kan die weer naar YouTube toe. En onderhand mijn camera leeghalen weer. Dus dat ook weer op. Dus ja, zo heb je altijd wel wat te doen. Toch? Ja. Ja, mannetje, vrouwtje komt eraan, oh kerel. Vrouwtje komt eraan. Ja. Het is zo vies heet buiten. Ja, toch waait het. Maar als die wind al naar binnen komt, die warme wind, dan snijd je gewoon af. Maar ja, en ik ben mijn COPD, weet je wel? Ik kan goed tegen de hitte, maar het ligt eraan wat voor wind je er ook nog eens een keer bij hebt. En deze wind is niet lekker. Zo'n bakje koffie. En ja, laten we er ook een koekje bij doen. Het is wel zo lekker. Ik moet even een nieuwe pakken. Dus ik zet jullie even neer. Lekker man. Oh, lekker watertje. Hè? Lekker fris met gordaan voor jou. Ja, laten we de kano's maar nemen. We nemen een kano, ja. Even een gaatje pakken. We nemen gewoon een lekkere kano. Ja, zo, gaatje weer, dat kan weggegooid worden. Zo, haar aan mijn neus. Ik krijg hem niet te pakken. Ik zie hem zitten, maar... En een schoteltje. Zo. En dan een kano eruit. Zo. Ik
even een boterhamzakje hebben. Waarom vraag je dan af? Nou, om de opening van de kanoverpakking in het zakje te doen. Zo. Zo. Onder. En hoppa, nee, is weer dicht. En je moet onliezen ook. Gezondheid, ikke. Hé, meisje. Noten kan ik niet wegkrijgen. Ja, nee, noten kan ik niet wegkrijgen, dus die hou ik even af. Ewin. Zo. Nou, oké, lieve vrienden. Jullie zagen mij amper. Ik was geloof ik donker omdat ik tegen het licht in was. Maar dat maakt niet uit. Ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie dag. Dat doe ik ook. Ik ga straks boodschappen doen. En dan zien we elkaar wel weer. En misschien dat we vanavond even omtoe gaan. Maar dan neem ik enkel deze mee. Ja. Want zie ik niks, dan zie ik niks. Zie ik wel wat, dan zien we wel wat. Oké, maar dat weet ik nog niet. Nee, ik weet het nog niet voor de volle 100%. Maar ik zou zeggen, voor nu, tot straks. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. En ik heb een korte broek maar gekocht, want het is niet te harde. Ik zie er nou dus ook niet echt prachtig, mooi en fleurieus eruit met een korte broek aan. Maar beter een korte broek dan een lange broek met dit weer. Ja, toch? En ik ben niet de enige die in een korte broek loopt, hoor. Qua onze leeftijd en qua mijn figuur. Er zijn wel mensen die nog helemaal wat dikker zijn dan dat ik ben en die dan in een korte broek lopen. Dus ja, zolang ik gekleed ben, vind ik het best. En voor de rest, maak je het me niet uit. Nee. Ik zie er verder prima eruit, netjes eruit. Ja, wat ben je aan het doen, schat? En je weet ook niet, ik kan nou de deur open. Daarom komt nou meer schaduw. Daar ben ik blij om. De zon die gaat nou die kant op, dus ik ga het gordijn straks dicht doen. Dat de zon buiten blijft. Ik voel nou al de warmte. Dan staat hij er nog niet eens helemaal in. En ik ga koffie maken en ik ga de boodschappen opruimen. Want ja, ik heb weer heel wat. Eten heb ik genoeg voor mezelf in huis. Maar ik heb wel over 3 zakken chips. Daar kan ik er weer een hele tijd mee heen. Heb ik gekocht. Dan moet ik het al laten. Ja, maar even. Dus ik heb 3 zakken. Dan heb ik nog wel een rookworst. Van Frodo. Schoonmaakmiddel. Want daar waren we doorheen. Zout voor de vaatwasser. Ja, moet ook. Oh ja, en ik heb nog een zak kattengrip. Heb ik ook. Salade. Ik ben momenteel even s'avonds aan de salade in plaats van warm eten. Ja. 2 blikken voor Frodo. Want voor de katten had ik al. Dan heeft hij rundgevogelde pasta met groenten en dan heeft kip en groenten. Nou, kan hij lekker heen. Lekker smul en smikkelen. Dat gaat jullie niks aan. En Boudy. Voorbij de koffie. Simpel. Dat gaat jullie lekker niks aan. Lekker pun. Ah, ah, ah. Nou, dan kan dat weer terug de tas in. En de chips kunnen weer in, want dat gaat allemaal naar de kast. Zo. En die kan er ook weer in. Dan kan die in de koelkast. En die kan in de koelkast. Zo. Oh, lekker. Nou.
kunnen weg. Ik heb trouwens maat 44, dus ik vind dat nog meevallen. Ja, die korte broek is maat 44, dus top toch? Ja. Je hebt mensen die zijn nog dik. Frodo! Hallo, Frodo! Weer een straatje hebben, ik moet eerst dit knippen. De ritslaat ik je bij in, voel ik. En zo. Zo, even open. Dan gaan we naar buiten toe. Dan moet ik toch ook wel net zeggen. Dat zijn van die dingen. Ik weet niet of jullie hem kunnen, die dingen. Maar ja, we zullen het wel even. Die ritslaat ik weer dicht willen. Gaat altijd zo lekker, hè? Ik zit er altijd mee te vechten met die ritsluitingjes die erin zitten. Denk je dat ik hem dicht krijg? Ja, jij hebt eten staan. Daar, op de grond. Ga je dat maar eten? Ja. Ja, ga maar eten. Nee, dit is voor Frodo. Zo. Frodo, kijk eens wat ik heb. Kijk eens wat ik heb. Wat is dat? Pakken. 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 Pak dan. Geen zin erin. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het. Pakken, 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 pakken. Zeker pakken. Oh, het is ook te warm, denk ik. Hier staat hij weer te trillen met zijn poot. Ik weet niet wat hij heeft. Stond met zijn linker achterpoot stond hij te trillen. Nou ja, oh, dat weer. Pakken. Goed zo. Pakken. Pakken. Nee? Het andere was lekkerder, hè? Nou, dat komt bij de vomer vandaan. Ik ben al bij de deken geweest. Ja. Als je die niet opeet, nou ja, pech hoor. Die andere blijft wel goed. Geef die wel aan Rebecca. Ik kan wel moeilijk makkelijk zeggen van geef ik het aan Karen, maar dat gaat niet. Nee, die heeft er twee. Dus ja, dan kan je dat niet geven, want dat is weer sneu. En Rebecca heeft ook een hondje, dus ja, geven we het aan die. Is niet erg. Nou, dat gaat dan ook de kast in. Hup, weg. Dat kan weggegooid worden, dat is van het zakje eraf. En dan gaan we een bakje koffie maken en ik zeg, geniet verder van jullie. Hoe laat leven we? Weet ik niet. 4:45. Nou, geniet van jullie namiddag en tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden. We gaan eventjes nog lekker de hort op. Ja, en misschien nog eventjes op visite. Dat weet ik nog even 1, 2, 3 niet. Maar jullie gaan mee. Ja. Ik weet niet of ik hem mee vlog. Ik weet niet wat ik zie. Ik weet niet wat ik tegenkom. Maar we merken het wel. Dus ik zou zeggen... Veel plezier als jullie niet meegaan, maar ook wanneer jullie wel meegaan. Maak er wat van met jullie eigen avond. Ze zeggen tot later. Den Helder kan wel mooi zijn. Als jullie dat zo eens bekijken. En dan ben ik gewoon op Cape Holland, de oude Rijkswerf. En dan al die boten, schepen, etc. in het water. Kan toch wel mooi wezen. Dag hondje, er komt een hondje aan. Maar ja, die is niet van mij, dus ik zet hem er ook niet op. Nee, doe hem maar niet. Ik krijg ruzie met de baas. Ben je aan het vloggen? Ik ben aan het vloggen. Ja, kijk.
Dus ja, daarom liep ik jullie even omhoog. Dus, maar het is hier echt wel mooi hoor. En het ruikt zo lekker. Dat zouten. Er komen weer mensen aan. Nou, ik keer jullie even naar mij. Hoor. Zo, wel zo beleefd. Dus ja, ga gewoon door hè. Dat, maar oké, we gaan gewoon weer verder met die bananen. En ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond. Ja, lieve vrienden. En we zijn dus weer thuis beland. Ja, ja. En ik heb het even gezellig gehad. Ik heb jullie wel even wat laten zien. Maar natuurlijk, ja, ik kwam ook nog ergens. Daar mag niet gefilmd worden, helemaal niet. Nee, ik heb de politie achter me aan. Dat moet maar niet. Nee. Dus, en ik ben even op visite geweest bij een vrouwtje die ik vanmiddag dus heb leren kennen. Dat vrouwtje heeft kanker, ja, dus dat ga ik ook, 1, 2, 3, laat ik dat in haar waarde, ja. Vind ik een beetje sneu. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond. Het wordt donkerder en donkerder, ja, komt omdat ik opschuif. Ik zou zeggen, een fijne avond, verder genieten van. Voor later wel rusten, slaap lekker en morgen gezond weer op. En hou je huis dicht, gordijnen dicht als je die hebt, of schermen of wat dan ook. En morgen pas, als de zon weg is van je huis, dan alles open. Heerlijk, ik heb nou ook alles weer open. Laat me weer doorwaaien. Maar ik zou zeggen, doei, jullie zien lekker mijn donker. Haha. Lekker. Maar oké, ik zou zeggen tot later. Tot morgen.